Ja, je ziet het misschien wel een beetje al aan mijn zonnebril. Het is zomer in Ommen en dat betekent dat er echt van alles te doen weer is in de stad. Zoals er bijvoorbeeld live muziek. Maar wij vragen ons af waar jongeren uitgaan na de zomer in Ommen. En wat voor cijfer zij het uitgaan geven. En daarnaast wordt er nog steeds meer bier gegooid. Wat voor cijfer geven jullie het uitgaansleven in Ommen? Oh, ik zou zeggen 6. Ook, 6. Jij ook 6? Oh, jawel. Dus toch nog voldoende? Ja, ja. Voldoende te doen, alleen een beetje in de rustige kamer. Ja. Maar buiten daar dan, het is prima te doen. Geen idee, nog nooit geweest. Dus de eerste keer dat je hier bent? Ja. Eerste reactie? Wauw. Wauw. Een 5. Een 5, ja. Een 7 vind ik wel. Zo, een voldoende en een onvoldoende dus. Waarom een onvoldoende? Ja, nou, zijn niet heel vaak hier feestjes of zo, alleen op bijzondere gelegenheden of zo. Vandaar ook dat jullie nu hier zijn. Ja. En een 7, leg uit. Ja, ik vind dat, ja. Ik vind, ja, af en toe vind ik het wel gezellig, maar ik hoef niet altijd, zeg maar. Dus ik vind het wel goed, ja. Kan je een beetje goed uitgaan hier in de omgeving? Ja, ja zeker. In Ommen kun je mooi uitgaan en ook in de omgeving, ja. En wat voor cijfer zou je het uitgaansleven hier geven? 7, 7, 8. Waar kom je vandaan? Zwolle. Zwolle, wat doe jij hier? Ja, we komen natuurlijk voor het legendarische Bukkers? Bokkers? Wat is het? Ja, het is Bukkers, maar dat maakt niet uit. En ga je vaker uit in Ommen ook? Nee. Wat voor cijfer geef jij het uitgaansleven hier in Ommen? Je mag eerlijk zijn, hè? Ja, nee, ik denk wel een 4 zo. Dat is niet heel hoog, hè? Dat is niet hoog, nee. Het is ook niet leuk hier. Vertel. Nou, ik kom hier eigenlijk nooit. Ik ga altijd ergens anders naartoe. Wauw, een 5. Maar voor de rest moet ik niet. Een 5. Waarom een 5? Ah, weinig te beleven. Ah, er zijn genoeg kroegjes, denk ik, dat je bij je auto kan gaan. Dus, Om is leuk. Ja. De Hemberger is leuk. Ja. Ja, je staat helemaal vooraan. Ja. Kom je uit Ommen? Nee. Waar kom je vandaan? De wijk. Dat is een Meppel en Hoogeveen. Oh, ga je wel stappen in Ommen? Nee. Oh, we zijn even... Ik kom hier alleen voor de Bukkers. Precies. Jullie zijn grote fans? Ja. Ja. Dikke 9,5. 9,5, dat is wel hoog. Ja, het is gezellig hier. Ja, heb je naar je zin? Ja. Kom je hier speciaal voor de Bukkers? Ja. Ja, dat wel. Dan ja. Een 8. Een 8. Je hebt het wel naar je zin op het terras? Ik kom hier zeker. Ja. Ik kom hier alleen te vaak. 8 is goed hier. En waarom een 8? Waarom? Omdat Ommen is de kleine, nu de groot. En zie jij altijd dezelfde mensen. Die mensen. Ja, elke week precies dezelfde mensen. En het zijn gezellige mensen hier? Ja, zeker, 100%. Ja. De belangrijkste vraag eigenlijk nog van vandaag is, ga je nu nog met bier gooien? Nee. Nee? Bier. Waarom ga je gooien met bier? Ja. Geldverspilling, dat ring gewoon op. Denk het wel, het hoort er gewoon bij. Daar moet je op drinken, dan moet je niet meer gooien. Weer bij de kast.